Beste KSVO-sympathisanten, welkom bij een nieuwe aflevering van KSVO-TV. Deze week geen rubriek Speler van de Week, maar we starten vanaf nu ook met een nieuwe rubriek en die rubriek noemt de Visie van. In deze nieuwe rubriek laten we de mensen aan het woord die nauw betrokken zijn bij de sportieve werking van onze club. En die eerste aflevering kunnen we natuurlijk niet beter beginnen met onze voorzitters. We gaan Kurt van de Putten voor de micro en voor de camera halen voor een eerste interview. Nog eventjes vermelden dat deze aflevering van KSVO-TV wordt gesponsord door onze sponsor van de week. En dat is deze week Cartonnage Joye uit Ronsen. Welkom Kurt, welkom op deze nieuwe aflevering van KSVO-TV. Kurt, we gaan meteen met de deur in huis vallen. 0 op 9 bij de start van de nieuwe competitie. Weinigen hadden dit waarschijnlijk durven voorspellen. Jij als voorzitter, hoe heb jij die eerste drie wedstrijden beleefd? Ik heb dat ook zeker niet voorspeld. Integendeel, ik had gehoopt op 5 of 6 punten. Ja, de omstandigheden zitten ons niet echt mee. Een paar keer dubieuze fases van de scheidsrechters. Het moment dat we kunnen 0-1 of 0-2 voorkomen, doen we dat net niet. Meestal na een kouter of enkele minuten nadien staan we 1-0 achter. De blessures spelen zeker een rol. Jesse die al 2 maal uitgevallen is. Lorenzo die wedstrijd niet kunnen spelen heeft. Olivier Verstraeten die door zijn studies nu pas volgende week opnieuw begint te trainen. Dus die we eigenlijk al 2 maal moeten missen. En dan ook enkele spelers die niet het niveau halen die ik gedacht had. Oké, dat kan dan de vorm van de weeklijn, de vorm van een daglijn. Maar we moeten vooruitkijken en ja, hopelijk kunnen we daar onze stempel drukken de komende matchen. Om daar toch uit die onderste regionen te raken. Wat kunnen we daaraan doen? Ik ga straks een keer de spelers toespreken. Niet dat ik sportief ga ingrijpen of zo, zeker niet. Dat is het werk van de sportieve staf. Ik heb daar ook het volste vertrouwen in. Het zijn de details die momenteel een beetje de doorslag geven voor het resultaat. Maar die meestal nu niet aan onze kant zijn. Dus, maar we moeten vooruit. Nu zaterdag is er wedstrijd, dus we kunnen daar weinig aan veranderen. De punten die je niet hebt, kunnen niet meer gaan halen. Dus aan ons om het te doen dat we ze wel gaan halen de komende wedstrijden. En, ja, als voorzitter moet je dan je verantwoordelijkheid nemen. Hè. Ik ben mee verantwoordelijk voor het sportieve ook, dus ik ga me hier niet achterweg steken. Ik ben er zeker meer van verwacht. Maar ik hoop er samen met de sportieve staf in de komende weken goed uit te komen. En te tonen dat we echt KSVO waardig zijn en dat we ook waardig zijn om daar toch die linkerhelft van die competitie, de kolom, laten we zijn, de linkerkolom te behalen van deze reeks. Het woordje crisis gaan we niet uitspreken, zeker. Crisis, dat is een leukere ding uiteraard, hè, maar ja, het is een dip. Oké, je hebt ook een wedstrijd tegen Olsa Brakel gehad, die kun je verliezen. Olsa was ook goed, moet dat toegeven. Ik heb daar ook geen probleem mee. Ik kan daar ook vlugger mee om. Maar zo de wedstrijd tegen Westhoek en tegen Merelbeke, ja, dan leer je daar toch van wakker, want er zat veel meer in. Je bent de betere ploeg en dat zijn niet echt teams waarvan je zegt, daar moeten wij aan onder doen. Maar oké. Okay. Maar om van een crisis te spreken, zeker niet. Ik ben hier al andere tijden beleefd, maar daar ga ik niet op terugkomen. Ik heb het volste vertrouwen in de mensen die het sportieve begeleiden, dus laat ons goed dat we daar de komende weken totaal andere taal kunnen voorspreken. Zondag stelde ik vast dat niet alleen de supporters en de mensen van bestuur zwaar ontgoocheld waren, maar eigenlijk de spelers ook. Is dat een positief teken? Mogen we ervan uitgaan dat ze voldoende eergevoel hebben om dit recht te trekken en hun sportieve taak extra op te nemen? Zeker en vast. Het nodigt alleen maar uit om het toont alleen maar aan dat de mensen, de spelers, nauw betrokken zijn bij het spel. Hè. En ja, oké, die winnen zijn ze ook geen premies. Maar ook het sportieve speelt daar een rol. Hè. Als het niet goed gaat, ik denk dat het niet aangenaam komen trainen is als je 0 op 9 hebt. Als je 5 op, of 6 op 9 hebt, dan denk ik dat je graag naar de training komt. Mm-hmm. Ja, het zal allemaal, ja, dat zijn bepaalde factoren die dan meespelen. Maar ja, ik vind het ook maar logisch dat ze ontgoocheld zijn. Want als ze dat niet zouden zijn, ja, dan ben je niet echt een sportman. Dus, maar daar maak ik mij geen zorgen om. Ik ben er ook van overtuigd dat niemand daarom doet. Niemand zegt bewust van, ik moet nu niet in vorm zijn of zo. Of ik kan vandaag een keer mijn matchje spelen, maar voor de rest niks. Daar ben ik me 100% van bewust. Dus die groep toont dat ook. En ik denk dat we daar zeker en vast samen gaan uitkomen. Iets dat mij ook opgevallen is zondag, dat is dat we met Hylian, Warre, Gilles, Robbe, Milan en Kasper liefst 6 spelers aan de aftrap hadden van 21 jaar of jonger. Is dat de visie van Oudenaarde?
uitgaan van de sterkte van de eigen jeugd en de jeugd aan de toekomst, de toekomst aan de jeugd? Laat ons zeggen, na de corona is dat het project waarvoor we gekozen hebben. Ons budget is niet meer like vroeger. Mede door corona, maar ook al eindelijk daarvoor was het al wel moeilijker. Ik vraag me soms af of dan andere clubs het wel nog doen nu na de coronatijd, maar dat maakt mijn rekening niet. Ik weet wat onze rekening is. En we werken met de middelen die we hebben. Daar is zeker en vast bewust mee in gekozen om verder die kaart van de jeugd te trekken. We hebben een goede jeugdopleiding, dus waarom zouden we ze ook niet gebruiken? Maar het mag niet alleen zijn dat die spelers enkel in aanmerking komen om de groep van 22, 23 te bevolken. Het moet meer zijn dan dat. Ze moeten ook speelgelegenheid krijgen. Ze moeten soms wel een keer aan de aftrap kunnen komen. En als die momenten zich nu voordoen, ja, door de spelers die gekwetst raken, ja, dan moeten ze een kans grijpen. Dat is niet altijd evident. Want een speler om Jesse Martens te vervangen, dat, in dit geval heeft Kasper dat zeer goed gedaan. Mm-hmm. Maar met alle respect, ja. Kasper is nog niet Jesse. Maar dat is, dat is een termijn waar ze door moeten en dat is iets die ze moeten meenemen. En wij hebben daarvoor gekozen, samen met Stefan, om de jeugd echt een kans te geven. En ik wil er ook zeker nu niet plotseling gaan van aftappen, omdat we nu 0 op 9 gaan. We hebben er ook de middel niet voor. Hetgene dat wij zwaar tekort komen is een beetje creativiteit. En dat is dan vooral met Olivier die weggevallen is. Mm-hmm. Die komt terug. Ik hoop hem speelgerechtigd is hij maar speelt klaar te hebben tegen, laten we maar zeggen, eind oktober. Zodanig dat we daar toch wat meer creativiteit in de ploeg hebben. En ja, als die er is, dan automatisch gaan die jonge spelers zich daar ook aan optrekken. En gaan die mee in het verhaal. Nu is dat Jesse die dan extra uitvalt. Voor die jonge spelers is het evident om zomaar de patroon te gaan spelen. Maar we gaan dat zeker niet overboord gooien, zeker niet. We hebben daarvoor gekozen, dat is een project waar we mee bezig zijn. En ik ben ervan overtuigd om op lange termijn daar zeker en vast als vruchten van plukken. Naast de andere kunnen we zeggen dat de jonge spelers enorm veel leergeld aan het betalen zijn nu. Dus, zeker en vast, maar dat goed daarbij. Hè. Dat is een proces waar je door moet. Dus, ja. Dat is de keuze die we gemaakt hebben. We gaan er sterker uitkomen. Kurt, als afsluiter wil je nog een woordje richten tot de KSVO, de entourage en de support. Ja, ik wil zeker en vast een woordje richten tot de supporters, want ook voor hen is het moeilijk. En ik begrijp dat ook volkomen, dat ze ontgoocheld zijn. Ze willen sportieve prestaties zien van onze ploeg. Ze willen mooi voetbal zijn. En we hebben ook de ambitie uitgesproken om in die linkerkolom te eindigen, eventueel zelfs de top 5. Dus als we die ambitie uitspreken, ja, dan moeten we ze ook niet gaan wegsteken nu. Maar we hebben een steun nodig. Dus bij deze mijn oproep aan de supporters, ook al hebben we het moeilijk, zitten we in een moeilijke periode. Blijf onze club steunen. Zorg dat je massaal aanwezig bent, ook nu komende zaterdag tegen Ronse, een derby. Ik heb er in ieder geval een goed gevoel bij. Onze prefoot is volledig uitverkocht. Ik hoop en dat als met alle supporters aanwezig, dat we kunnen zorgen voor de nodige sfeer. Maar vooral dat we ze achter onze ploeg kunnen staan en dat ze kritisch zijn en dat ze opmerkingen maken, daar moeten wij als bestuur, als voorzitter, perfect kunnen mee leven. Want de supporter heeft recht om te spreken als het niet goed gaat. Als het enkel en alleen maar is als het goed gaat, het zou jammer zijn. Maar we hebben ze nodig, zoals ik mijn mensen nodig heb van het bestuur, zoals ik de sportieve staf nodig heb. Dus bij deze nogmaals aan iedereen een warme oproep om massaal aanwezig te zijn komende zaterdag voor de wedstrijd tegen Ronse. Aanvang om 20 uur. U mag vroeger komen, de kantines zijn open vanaf 7 uur. Maar in ieder geval, steun onze ploeg, we hebben jullie nodig. Dank u. Bedankt Kurt, en veel succes zaterdag. En ik ben ervan overtuigd, zaterdag bouwen we ons eerste feestje. Ik hoop het ook. Dank u, Carol.